Hoe hebben we elkaar leren kennen? Ik ben wel echt blij met jou. Echt? Ja. Jij bent ongeduldig. Wat is het grappigste dat jullie samen hebben meegemaakt? Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag een gast en dat is Emily. Hoi. Wij gaan vandaag samen een mukbang opnemen. En we waren echt heel lang aan het discussiëren over wat we gaan eten in deze mukbang. Maar ik wist gewoon uiteindelijk dat het gewoon Turks werd. Ja, standaard als je met mij gaat eten. Dus we hebben gekozen voor chikofte. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien trouwens. Ja, zo. En we hebben voor twee verschillende gekozen. Een pittige en de normale. Volgens mij zie je wel een beetje een kleurverschil. De lichtere zijn zeg maar de normale. En dan hebben we hier, hoe heet dit ook alweer? Het is ichlikufte en dit is falafel. Ja, en dit is allebei gefrituurd. Maar het is eigenlijk allemaal vegetarisch behalve dit. Hè? Hier zit wel vlees in. Ja, klopt. En dan heb je nog sla erbij en brood en cola zero en sausjes. En wat ik heb gedaan is gisteren op mijn Insta-story even gezet of jullie misschien vragen hebben voor ons. En er zijn heel veel vragen gesteld. Dus daar gaan we mee starten. En ondertussen gaan we eten. Beetje spannend? Ja. Eerste vraag, dat is echt de meest gestelde vraag, is... Nou. Hoe hebben we elkaar leren kennen? Oké. Misschien moeten we eerst starten met eten. Ik, vind, ik ga trouwens alleen maar sla eten zonder brood. Ja, ik wil ook gewoon met sla. Doe je gewoon eerst brood en dan sla? Of gewoon? Gewoon echt met sla. Oh, man. Ik ben nog wel een beetje op mijn voeding aan het letten. Dus ik wil echt niet extreem gaan vandaag. Dus ik dacht, ik ga gewoon sla met chikofte eten. Ja, want als het aan mij lag, zou het sowieso weer ongezond worden. Ja, wat zou jij hebben gekozen dan? Ik zou echt soebereeën. Wat is dat? Dat is Turks, zeg maar, het heet waterbrood. Ja? Er zit kaas in. Waterbrood met kaas? Het is net pocha, ken je dat? Nee. Okay. Misschien als ik het zie van wel. Van die Turkse broodjes. Ja, maar misschien als ik het zie wel. En kussers zou ik dan eten. Oh, kussers vind ik wel lekker. Ja. Weet je, eigenlijk is kussers hetzelfde als chikofte, maar dan net anders gemaakt. Vind je niet? Doe je er geen saus op? Nee. Oeh! Want jij wou geen kusser omdat het ongezond is. Ja, en nu eet ik chikofte. Maar ik heb dus even, wat is het voor sausje ook alweer? Granaatappelsaus of ja, zo? Klopt. Granaatappelsaus opgedaan en peterselie. Lekker? Het is niet heel pittig. Ik vind het eigenlijk nooit pittig, maar wij eten best wel pittig. Jawel, het is wel pittig, toch? Ja. Voor een normaal mens is het toch hartstikke pittig? Ja. Vind je niet? Ik vind het gewoon meevallen. Hoe hebben we elkaar leren kennen? Ik weet niet of jullie het kennen, maar vroeger zaten wij echt veel op partypieps. Piepetoji. En toen had ik Mirjam toegevoegd aan, maar ik was nog 11 of 12 jaar. Mm-hmm. Waar zeg maar onze middelbare schooltijden? Klopt, en dat was toen echt in. Dat was helemaal hot. Iedereen zat op Piepetoji, tenminste in Almelo. Ja, en je had van die populaire mensen en Mirjam was daar één van. Toen ging ik haar toevoegen. Mm-hmm. En toen zei ik van, wil je mijn zus worden? Abla. Ja, Abla. Gewoon echt kinderachtig. Ja. Toen zei zij, ja, is goed. En toen ging zij mijn partypieps oppimpen. Echt? Weet je dat nog? Ja, nee. En toen ging je nog iets achterlaten van, XX je zus. Oh ja! Dat weten we in de richters wel kant. Schattig was dat zeg. En toen hadden we elkaar op MSN. Mm-hmm. We gingen echt elke dag MSN'en. Ja. En ik weet niet of ik dat stukje moet vertellen. Ik heb een heel grappig verhaal. Ja, hoe moet je dat zeggen? Oké. Okay. Ik weet niet wat ik wel mag zeggen en niet. Maar wij mag alles zeggen, want het is gewoon tienertijd. Maar het kwam erop neer. Ik had, ik had verkering met een jongen en ik was toen echt heel verliefd en was uitgegaan. En toen kreeg ik met iemand anders. En die zat toevallig bij mij op volleybal. Dus dan ging ze elke keer, zei ik dan op MC van ja, je moet dit aan haar vragen. En dan ging ze het vragen en dan ging ze weer aan mij doorspelen. Best wel erg eigenlijk. Ja, maar dat is, we waren echt jong, hè. Dat soort dingen doen wij toch helemaal niet meer. Dat is echt heel raar. Ik was echt 12 jaar of zo. Ja, dat was echt zo. Maar zo kennen we elkaar. Maar wat er daarna is gebeurd, is dat wij dus... Nou, ik ging sowieso weg. Ik ging naar Rotterdam en ik had al heel lang geen contact meer met haar. En toen op een gegeven moment, dat was echt 3 jaar terug of zo, had ik dus een vraag gesteld op Insta-story van... Ik was op zoek naar een dinges. Hoe zeg je dat? Arts die jouw neus kon corrigeren.
ik wou heel graag mijn neus doen, maar ik wou het gewoon heel erg natuurlijk houden. En ik was heel erg bang. En toen heb ik dus een vraag gesteld aan mijn volgers van, kennen jullie een goede arts die gewoon heel natuurlijk werkt? Want ik wil echt absoluut niet zoveel veranderen. En toen reageerde zij erop. En echt toevallig had zij een maand daarvoor had zij dus een neuscorrectie gedaan bij Eje Boskurt. En dat is dus de arts die mij uiteindelijk heeft geopereerd. Door haar. Dus ja, ik ben eigenlijk bij Eje gekomen door jou. Ja, want toen jij mijn neus zag, wou je ook gelijk. Ja, precies. Ik want vond het echt heel mooi natuurlijk. Ja, niemand ziet het ook aan mij dat ik mijn neus heb laten corrigeren. Maar zo zijn wij dus wel weer in contact gekomen. Door onze neuscorrectie. Dat is wel echt lelijk. Door onze neuscorrectie. Ja, en sindsdien hebben we gewoon altijd wel contact. Mm-hmm. We gaan wel weer wel lang met elkaar om. Maar we kennen elkaar dus wel heel lang. Mm-hmm. Nog wel vroeger. Dus we kennen ook echt alle ins en outs van elkaar. Klopt. En alle mensen met wie we omgingen. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Mm-hmm. Ik vind dit soort vriendschappen echt heel, ja, veel leuker. Ja, tuurlijk. Want je kent elkaar al. Mm-hmm. En ja, het is zeg maar nu 3 jaar dat we met elkaar omgaan. Maar ik vind wel dat het klikt wel sinds die tijd gewoon. Ja. En eerst zo toen. En ik ben heel moeilijk met mensen omgaan. Je moet echt bergen beklimmen. Ik heb gewoon moeite met mensen vertrouwen of zo. En toelaten in mijn leven. Maar ik moet je echt heel eerlijk zeggen, en het is niet op de slijm of zo. Ik ben wel echt blij met jou. Echt? Ja, echt. Weet je, wanneer het echt zeg maar 100% van mij was, ik vond je al heel tof. Mm-hmm. Maar toen je ook nog met Nessie en mij meeging naar Turkije. Ja. En het ook gewoon met onze drieën klikte. Ja, en dat vind ik gewoon, dat er niet echt zo'n raar, hoe zeg je, ongemakkelijk iets is. Nee, dat hadden we totaal niet. Echt totaal niet. Nee, ik ook echt zo dat ik Nessie hem echt al lang kende. Gewoon echt een broer of zo. Ja, dus dat vond ik echt heel erg fijn. Vind ik nog steeds heel fijn. En ik ben best wel makkelijk in de omgang. En jullie ook. Nessie ook. Ik was wel moeilijker. Nee, ik vind mezelf niet makkelijk in omgang. Maar? Nee, maar wel gewoon omdat je mij wel kent. Ja. Ik denk als je mij niet kende, dat het dan wel lastig zou zijn. Ja. Oké, ik kreeg nog een vraag binnen. En dat was, noem 3 slechte eigenschappen van elkaar en 3 goede. 3? Dat is echt veel. Dat is veel, maar je mag ook gewoon iets opnoemen. Oké. Jij bent ongeduldig. Zo, die kon gelijk. Ja, ja, ongelijk, ja. Ik ben echt ongeduldig. Ja, en dat zeg maar, wij gingen in Turkije heel vaak Uno spelen. En dat weet ik echt. En ik was heel sloom. Ik was helemaal klaar mee. Toen ging ik gewoon naar de hotelkamer. Ja, bij ons, we hebben zeg maar. Ik ben met alles heel erg snel. Ja, jeetje. Echt heel snel. Niet normaal snel, hè. Dus het is niet dat ik goed ben. Maar ik ben heel extreem snel. En zij is gewoon lekker op haar gemakje altijd. Ja, klopt. En dat is eigenlijk juist goed. Want ik ben... Kijk, hoor je mij nu praten? Ik ben altijd zo. Ja, maar ik praat ook heel snel. Je hebt echt geen geduld. Ja, je ziet eigenlijk een beetje het verschil tussen ons. Maar dat is eigenlijk ook wel weer goed. Want daarom kunnen we juist wel goed met elkaar omgaan. Klopt. Als in, als ik het aan het klagen ben, dan ben jij gewoon rustig. Ik denk, oké, is goed. Zal wel. Ja, zal wel. Zij weet dus ook wanneer ik echt boos kan worden. Want ik raak heel erg geïnteresseerd door eten en drinken. Als ja, het niet goed gaat, moet toch? Echt gewoon. Dus 1 keer. Ik nog in het hotel. Maar jij koffie van mij gehad. En hij was niet goed. Dus ik kijk zo en ik proef, ik zeg. Heel, hij is vies. Dus Emily, in plaats dat we iets terug zeggen, wat dan ook, pak ze mijn koffie gewoon gelijk zo. Gaat ze weer terug naar de bar om een nieuwe te halen. Gewoon om een situatie van mij dat ik gewoon daarop te janken, weet je wel. Ja, maar dat heeft toch geen zin, want dan ga je de hele tijd klagen over die koffie. Ik denk, ga wel een nieuwe. Ik kan echt de hele dag klagen als er iets zeg maar verkeerd is gegaan. Ja, maar dat zorgt er wel voor dat we elkaar goed kunnen aanvullen. Ja. Als ik iemand was die ook zeg maar zou klagen en moeilijk zou doen, dan zou het wel botsen. En een slechte eigenschap voor jou, ik denk dan wat jij dus nu opnoemt. Jij vindt mij weer te snel of te hyper of te geduldig. Klopt. En ik vind jou ik ben en wat sneller. Wat? Nee, wat sneller. Doorlopen. Ja. Klopt. En we gingen ook shoppen toen. Mm-hmm. En toen moest het ook echt heel snel gaan. Als je praat.
Oké. Goede eigenschappen. Ik vind Emine heel lief. Zorgzaam. En je bent gastvrij. Het is echt heel lief. Altijd als ik binnenkom, maakt ze gelijk koffie voor mij. En ik ben gewoon heel lief. Ah. Ja. Ja. Zit ook wel, denk ik, bij ons. In de cultuur. Ja, inderdaad. Ja, maar iedereen heeft dat. Ik heb ook wel tegenovergesteld. Ja. Echt wel. Nee, ik heb het gewoon van vroeger al. Mijn ouders ook. Als er bezoek komt, is er eten en drinken. Etc. Maar sommige mensen veranderen wel als ze alleen gaan wonen, hè? Wat betreft gastvrijheid. Ja, kan. Maar ja. Goed, dat vind ik dat goed aan jou. Wat ik een goede eigenschap vind, is dat jij niet uit de hoogte doet. Oh, dat is wel een goeie. Want ik ken jou al van vroeger en nu ben je dus influencer. Ja, is toch zo. Maar het is nooit dat ik zeg maar voel dat jij hoger bent of zo. Nee. Het is nog steeds dezelfde Mirjam die ik 10 jaar geleden ook kende. Oh, dat vind ik echt leuk om te horen. Het is gewoon echt precies hetzelfde. Zo hoort het ook. Ja. Ja. En je prompt ook niet of iets. Het is gewoon, net als vroeger. Zo lief. Maar, trouwens, nu je erover hebt. Ik kreeg dus een vraag met, hoe is het om met een bekend iemand om te gaan? Maar ik ben helemaal niet bekend, dat ten eerste. Dat vond ik zo raar. Maar, ja, zo doe jij ook niet. Nee. Ik maar vergeet anders, zeg maar, met andere vriendinnen. Want jij gaat ook gewoon met oude vriendinnen nog om van Almelo. Ja, klopt. Is het wel anders dan met mij? Voel je of is dat niet per se? Nee, eigenlijk niet. Als ik met jou ben, totaal niet. Mm. Als we buiten zijn, wel eens. Dat mensen dan op de foto willen. Oh ja, ja. Ja. Dan alleen. En dan denk ik van, oh ja. Maar jij wordt tegenwoordig ook herkend, hè? Ja. Ze was dus laatst herkend. Iemand had naar onze vlog gekeken. En toen gingen ze mij bellen van, ja, hij zei dat hij naar jouw vlog keek. Dus, was echt awkward. Diegene kwam naar me toe en zei, ik ken jou. Ik zei, van waar? Toen zei hij, ik heb jou in een vlog gezien van Mirjam. Maar gewoon echt van iemand waar je totaal niet zou van verwachten. Dus dat was wel grappig. Dat was wel echt wel grappig, ja. Zal ik even kijken van mijn vragen? Maar ik krijg ook heel vaak de vraag van hoe ik jou ken. Hoe ik ken zo. Ja, terwijl wij kennen elkaar echt van vroeger. Klopt. Onze oude vriendinnen kennen elkaar gewoon allemaal. Mm-hmm. Hoe lang zijn jullie vriend? Grootste ruzie, we hebben nooit ruzie gehad. Echt, ik heb nooit ruzie met haar gehad. Nee. Maar dat kan ook niet, want ze is niet iemand om een ruzie mee te maken. Nee, ik ben gewoon makkelijk. Ja. Even kijken. Wat is het grappigste dat jullie samen hebben meegemaakt? Nou, zoveel. Dus kijk, Emine is echt een blunder. Emine is echt een blunder chickie. Weet je nog in de taxi? Jij was de enige die echt goed Turks kon. En jij was aan het praten. En opeens zei je in het Turks tegen de taxichauffeur, we gaan naar het ziekenhuis om een coronatest te doen. En die chauffeur die schrok zich echt helemaal dood. Ja, hij ging echt gelijk mondkapje doen. Terwijl Lissie moest gewoon een coronatest doen, omdat hij geopereerd moest worden. Maar zij bracht het alsof wij gewoon naar het ziekenhuis gingen en allemaal moesten gecontroleerd worden en zo. En die man schrok zich dood. En hij zei tegen jou van, oh, dat is wel echt iets groots, hè? Zo zei hij. Ja, hij zei van, oh, ga je de coronatest laten doen? Bla, bla. Ja, dat is dus wel. Hij is groot. Ja. Hij gaf ons alcohol. Gelijk cologne. Maar wat voor blunders hebben we nog meer? We hebben echt veel, maar ik kom zo niet. Nou, ik bracht het ook heel luchtig over. Hij zei, waar moet u naartoe? Ja, was goed. En ik zei nog tegen jou, want ik kan niet in stuk. Ik zei tegen je van, wat is dat? Ja. What the fuck? Waar zeg je dat? Die man schrik zich dood. En ook het ergste allemaal. Hij vroeg jou, moet ik nog even op jullie wachten? Je zei ja. En hij ging gewoon weg. We zagen hem niet meer. Maar ik heb een stuk erin. Oh my god. Nee, maar hij zei dus van, waar moeten jullie naartoe? En ik kan niet alleen ziekenhuis zeggen. Ik wil ziekenhuis van mijn coronatest laten. Maar wat moet je doen? Ja, daarom. Ik vind er altijd zomaar extra informatie. Oh, ja. Wow, heb je nog een blunder zo? Er is nog in een zwembad toen ik zei serum. Jullie begrepen niet net. Serum? Hij zei, wat serum? Wat is serum? Ik zei, ja, serum. Ik zei tegen Nessie volgens mij, ja, je moet serum gebruiken.
Mensen pikken me ook van, wat is serum? Ze springen op zijn Turkse auto. Oh my god. Als je het nu zo vertelt, is het helemaal niet grappig volgens mij. Ja, echt, en denk ik, wat lachen jullie? Nee, ja, sommige momenten moet je echt meemaken. Ja. Oh, dat was echt grappig. Wacht, ik ga even kijken. Ik kan niet eens meer eten. Is die trouwens lekker? Ik ga die ook proeven, die falafel. Ik vind de falafel wel echt heel anders uitzien. Ik vind hem met yoghurt lekker. Heel droog, maar... Hij is wel heel droog, zo ja. Oh, ik vind hem echt heel droog. Nu snap ik waarom je chili saus bij krijgt. Ja, echt. Had je ontbeet trouwens? Nee. Echt? Dat zit je ontbijt. Intermittent fasting. Doe je dat? Kijken. Doe je dat? Ja. Vasten tot 3 uur ongeveer, elke dag. Oké, waar zouden wij willen wonen? Nou. Ander land. Curaçao. Oh, daar willen we wonen? Ja, daar kan je gewoon Nederlands praten. Want ik ben daar. Ik kan geen Engels. Ja. Of Turkije. Maar dan moet je wel gewoon wel echt iets voor jou hebben. Nou vind ik echt iets voor jou om in Turkije te gaan wonen. Klopt. Zij is echt, echt Turkisch. Turkije, daarom zeg ik, ik wist al wat we gingen eten. Ik hoef daar niet over te discussiëren. Ik wist gewoon dat het Turks werd. Ja, want we zeiden nog van, we kunnen Mexicaans eten. En we gingen ik zei nog tegen haar, kom, we gaan Afrikaans proberen. Ik wist al. Uiteindelijk gaan ze het never doen. Nee. Uit welke stad komen ze van Turkije? Kürşehir. Wat? Waarom hoor ik het voor het eerst? Het is een kleine stad. Dichtbij Ankara. Oh ja, bij Ankara. Ja, dat weet ik wel. Ankara girl. Emine heeft dus... wij wonen in Turkije. We wilden bij een video opnemen, maar het is niet ervan gekomen. En toen had ze dus al vragen toen bedacht voor ons. En die ga ik nu gebruiken. Oha, eerste vraag. Welke artiest vind je knap uit Amerika? Dat zijn die Google-vragen. Ja. Ja, vertel. Ik moet echt even nadenken, want ik heb dus echt niet een crush. Want ik heb alleen maar Badrari. Ja? Eigenlijk, ik heb alleen maar Badrari. Ja, mijn smaak is best wel breed. Ik vind Justin Bieber gewoon echt knap, maar Chris Brown ook. Hou op tot met dan. Mij. Justin Bieber knap? Ja. Ja, ik ook eigenlijk. Ja. Nee, ik zweer, ik had net nog een post gedaan op Insta-story. Dat ik dus nooit fan ben geweest van hem. Maar sinds zijn laatste 3 liedjes wel. Nee, ik vind het hij is echt knap, zo volwassen alleen... geworden. Ja, hij mocht alleen wat langer zijn. Wat is voor jou belangrijk in een relatie? Ja, gewoon sowieso moet diegene betrouwbaar zijn. Die cliché dingen, betrouwbaar. Ja, gewoon je moet een klik zijn. En daarnaast vind ik humor gewoon echt belangrijk. Als ik niet dezelfde humor heb, dan gaat het echt niet... komen. Dat is echt rot, hè? Ja, dat is echt rot. Dan kun je niet met elkaar lachen. Nee, daarom. Als hij om andere dingen lacht dan ik, ja, dan moet je daar hele leven mee. Ja, zo moet je zo heel droog zo mee lachen. Echt ja, grappig. Inderdaad. Nee, ik vind humor echt belangrijk. Zorgzaam zijn ook belangrijk. Ja, ik ook. Ik vind dat echt niet alleen vrouw moet zorgzaam zijn, maar ook man. Als je ziek wordt of zo, ja. Zie je heel vaak dat mannen gewoon naar het huis gaan. Klopt. Het is echt geen grap, dat doen ze echt. Je weet nooit hoe je leven gaat verlopen. Je kan een ziekte krijgen als je man niet zorgzaam is. Ja. Of, dat je dan uiteindelijk dan kinderen krijgt en dat je man dan niet meehelpt of zo. Ja. En als hij dat niet in zich heeft, dan heeft hij het ook niet per se voor de kind, denk ik dan. Hè. Het zal misschien wel zijn dat mensen dan veranderen of zo. Maar wat denk ik daar weer aan? Nee, jij leerde dus Nesim kennen. Ja. Door welke eigenschap trok hij je vooral aan? Hij was heel lief voor mij. En loyaal, betrouwbaar. Ik kon met hem over alles praten. Dat had ik eerder niet gehad in een relatie. Ja, dat is ook echt heel belangrijk. Ja. Maar hij is ook open-minded. Ja. En dat vind ik ook trouwens heel belangrijk. Ja, ik wou het net vragen aan jou. Ik woon dus op mezelf. En als mensen dat horen, dan zijn er ook jongens die gelijk verkeerd denken. Ja, en ook echt omgeving Amsterdam. Ja, en dus ineens van woe. En dat vind ik wel jammer. Niet iedereen die op zichzelf woont. Terwijl ik ben niet 16 of zo. Ja, inderdaad. Ik vind het ook een beetje raar. En dat is inderdaad old school. Ja, ik vind het wel belangrijk dat je gewoon op je eigen benen kan staan. En
gewoon je dingen zelf regelt. En ik ben, ik was 20 jaar of 19 toen ik op mezelf ging wonen in Amsterdam. Oh, dat is best wel vroeg, joh. Ja. Hoe kwam je daarbij eigenlijk? Ja, mijn zus die woont in Amsterdam. Mm-hmm. Dus ik ging heel vaak naar haar toe. Mm-hmm. Ik weet niet, ik vond Amsterdam zo leuk. Er waren heel veel verschillende mensen van andere culturen. Ja, en iedereen accepteerde elkaar. Je was niet raar. En in Almelo heb je dat wel. Het is een kleine stad. Oké, heb je nog andere vragen? Ja, een beetje same. Boring, hoor. Wat vind je belangrijk in een vriendschap, stond er? Ja. Ook humor. Ik zweer, ik vind dat echt belangrijk. Het is heel veel lachsamer. Ja. Mm-hmm. Maar je hebt ook wel weer vrienden die echt... heb je niet per se altijd leuke dingen meegemaakt. Mm-hmm. Maar die zijn er wel voor je als het moeilijk gaat. Dat is ook wel belangrijk. In moeilijke situaties. Ja, inderdaad. Maar heb je dan ook echt zeg maar vrienden waar je alleen maar naartoe gaat om niet te lachen? Nee. Nee, nee. Het moet wel een totaal plaatje zijn. Je kan niet alleen vrienden hebben waar je mee kan lachen en voor de rest niks. Ja, wij praten over heel andere dingen. Ja, klopt. Die niet zo lachwekkend zijn. Ja, ik kan met Mirjam wel echt over alles hebben. Ja, maar dat is ook weer, ik denk, omdat wij allebei open-minded zijn. Dus ik kijk nergens gek van op van wat jij zegt. Ook al is het in onze cultuur eigenlijk helemaal niet gebruikelijk. En andersom ook, hè? Klopt, klopt, inderdaad. Ik heb ook wel eens een paar dingen tegen jou gezegd. Iemand van mijn cultuur dan denkt van, gaat het? Mm-hmm. Terwijl jij denkt van, ja, vind ik ook, weet je wel? Dus dan kan je er heel makkelijk over praten. Ik schaam mij niet om iets tegen jou te zeggen. Nee, en dat is ook heel belangrijk, inderdaad. Want, ja, ik heb jou wel dingen verteld wat andere mensen niet weten. Mm-hmm. En andersom ook. Ja. Maar ik denk van de vertrouwen... Jij ook niet. Nee. Nee. Absoluut niet. Maar jullie hadden mij nog een paar vragen gesteld. Ik denk dat jullie Emine iets beter willen leren kennen. Dus vertel, hoe oud ben je? Wat heb je gestudeerd? Alles wat jij eigenlijk wil vertellen. Want ik wil niet... Ik heb ook heel veel van die privévragen gekregen. En ik vind dat jij zelf mag bepalen of je wilt bespreken of niet. Ja. Dus... Nou, ik ben dus Eminem. 26, ik ben Eminem. Mijn naam is Eminem, ik ben 26 jaar oud. Ik heb de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening afgerond. En ik werk nu als coördinator bij Stichting Surant. En dat is een stichting... Op mijn cv. Even kijken, hoe oud je bent, waar je werk hebt gedaan. Ja. Ik werk als coördinator nu al een jaar. En wij ondersteunen gedetineerden en extra... Al 5 à 6 jaar nu. Zo, dat is echt lang. Fuck my life. Ik moet weer een slappe lach krijgen. Wat hadden we nou net voor een vraag ook weer bedacht? Van net, was ook eentje. Wat was je liefste? Oh, wat is jouw lievelingseten? Oh ja. Dat is wel een goeie. Sowieso Turks eten. Dus ja. En ik vind Adana kebab echt zo lekker. Maar niet iedereen kan het goed maken. Ja, dat is echt zo trouwens. Oh mijn god, dat is echt zo'n verschil. Ja, klopt. Maar die laatste die ik met jou heb gegeten, die was echt lekker. Klopt, dat is wel echt lekker. Lekker pittig. Ik vind manten ook wel echt lekker. Ach? Ja. Een Turkse. Mm-hmm. Heb je wel eens die Afghaanse gehad? Nee. Mantu? Die is iets groter. Ik heb het proberen. Nee, ik moet het echt een keer uitproberen. Ik ben echt serieus, want het is bijna hetzelfde qua smaak, maar net iets anders. Ja, maar waar kan je dat halen? Ik weet dat nooit. Bij Afghaan? Ik heb gewoon standaard plekken waar ik eet. En ik neem Mirjam ook altijd daar naartoe. En als zij naar een andere plek wilt gaan, gaan we niet. Mm. We wilden wel, maar we gaan toch niet? Nee, inderdaad.
Ik vind dolma echt heel lekker, maar dat moet ook echt goed gemaakt zijn. Niet zo smakeloos. Maar vind je Turkse dolma lekkerder of? Nee. Irakees. Ja, maar ik vind Turkse ook wel lekker. Alleen die van ons heeft natuurlijk iets meer kruiden. En dat vind ik lekkerder. Ja, ik heb dat nog nooit gehad. Maar ik vind sarma en zo vind ik ook gewoon lekker Turks. Ik vind Turks eten sowieso lekker. Weet je wat ik heb met Turks eten? Het is gewoon wat simpeler qua kruiden, toch? Dus ik kan het altijd eten. Mm-hmm. En het lijkt ook op jouw keuken. Ja, en bij Arabisch heb ik zo van, oh, ik wil vandaag even wat meer smaak. Dus dan doe ik dat. En dan denk ik van, als ik dan weer Turks eet, denk ik, oh, eigenlijk een beetje normaal eten. Mm. Ik vind allebei lekker. En andere keuken? Italiaans. Italiaans. Ja, ik hou ook wel van pasta. Ja, pasta, oh. Ja. Pasta is echt denk ik mijn nummer 1. Het is ook gewoon makkelijk om dat te maken. Oh, dat is lekker. Wat voor pasta dan? Gewoon een classic. Spaghetti bolognese. Ik vind het roomsaus. Ja? Pesto, ja. Oh, we hebben echt andere smaak qua eten. Altijd al gehad hoor. Als wij ergens eten, wij nemen echt zulke andere dingen gewoon. Ja, je neemt echt fasoe. Met rijst. En ik altijd schotel, ananas. Nou, dat was ons verhaaltje over eten. Ja. Ik hoop dat jullie deze mukbang een beetje leuk vonden. Ja. Laat maar weten in de comments of jullie ons nog een keer samen willen zien. Voor een mukbang, deel 2. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doeg! Doei doeg!